Deze webles gaat over de eenheden en wat je er allemaal mee zou moeten kunnen. En een hele bekende eenheid heb ik hier al weergegeven, gegeven, dat is de kilogram. En de kilogram is een blok platinum iridium dat ze goed verborgen houden ergens in, in Frankrijk, in Sevres. En wil je weten of jouw massa ook 1 kilogram is, dan moet je daar naartoe en moet je jouw blok gaan vergelijken met het blok wat ze daar hebben liggen. En een beetje een ouderwetse manier van definiëren en daarom ook dat de kilogram... Zoals we die hier zien, binnenkort gaat verdwijnen. Het wordt vervangen door een bepaalde meting, gebaseerd op natuurconstanten, waarmee je dan ook een kilogram kunt uh, definiëren. En het grote voordeel is dan natuurlijk dat je dat blokje niet meer nodig hebt. Iedereen kan dan in zijn of haar laboratorium precies een kilogram definiëren. De kilogram is even van een van de zeven grondeenheden. En daarmee wordt bedoeld dat. Alles wat je in de natuur kunt beschrijven. je uiteindelijk kunt herleiden. naar één of meerdere van deze eenheden. en de bijbehorende grootheden natuurlijk. Uh, deze zeven grondeenheden. die moet je wel een beetje kennen. liefst uit je hoofd. De laatste. Uh, die gebruik je wat minder. de candela. die hoort bij lichtsterkte. maar die andere zes. daar zul je echt mee vertrouwd moeten raken. Maar naast deze grondeenheden. heb je natuurlijk nog veel meer andere eenheden. En wat blijkt nou het geval te zijn? Al deze eenheden die kun je uiteindelijk herleiden tot één of meerdere grondeenheden. En daarom heten deze eenheden ook afgeleide eenheden. Een paar voorbeeldjes. Zo heb je bijvoorbeeld de eenheid die hoort bij de grootheid oppervlakte. En we weten dat dat vierkante meter is. En de vierkante meter die is dus afgeleid van de eenheid meter. De frequentie. Heeft als eenheid hertz. Maar het blijkt nu het geval te zijn: de hertz heeft als grondeenheid 1 gedeeld door seconde. En zelfs uh, de eenheid van kracht, Newton, is toch een hele bekende, uh, staat niet in het lijstje die we net zagen. Dus de Newton is een afgeleide eenheid. En je kunt opzoeken dat de Newton gelijk is aan kilogram per meter per seconde in het kwadraat. We gaan dadelijk zien waar je dat kunt opzoeken. Um, let op de Binance manier van noteren. Want je kunt kilogram meter per seconde in het kwadraat uh, op twee manieren opschrijven. En de BINAS gebruikt vaak de tweede manier. Maar het is precies dezelfde manier van opschrijven als de eerste manier. In de BINAS kun je ook heel veel, veel gebruikte afgeleide eenheden gewoon opzoeken. En die staan in tabel 4 en 5. Dus je hoeft het niet altijd zelf te herleiden. Je mag het ook gewoon direct opzoeken. En ook de Newton kun je daarin terugvinden. Een truc die je moet kunnen met eenheden is de zogenaamde dimensieanalyse. En de dimensieanalyse die gaat uit van het feit dat als je natuurkundige vergelijking hebt, dat je aan de linker- en de rechterkant van het is-teken altijd dezelfde eenheid moet vinden. Je moet appels met appels vergelijken en niet appels met peren. Laat we kijken naar een voorbeeldje. En het voorbeeldje wat ik heb genomen is een bekend voorbeeldje, namelijk de veerconstante. En de veerconstante die zegt iets over de uitrekking van de veer als je een bepaalde kracht op die veer uitoefent. De formule voor veerconstante is F delen door u. Als we nu gaan kijken naar de eenheid van die veerconstante, dan is er ook een manier van noteren om duidelijk te maken dat je hier gaat kijken naar de eenheid. En die manier van noteren is als volgt: je zet haakjes om de grootheid. Als je een grootheid ziet met blokhaken eromheen, dan wordt hier gezegd: let op. We zijn hier geïnteresseerd in de eenheid van deze grootheid. Nou, wat zegt nou onze um, regel eigenlijk? Dat de eenheid van c gelijk moet zijn aan de eenheid van f gedeeld door u. Anders gezegd, de eenheid van c moet gelijk zijn aan de eenheid van f delen door de eenheid van u. En uh, die weten we allebei. En die kunnen we dus invullen, want de eenheid van f is de newton en de eenheid van uitrekking is de meter. Nu hebben we net ook al gezien dat Newton weer gelijk is aan kilogram maal meter delen door seconde kwadraat. Dus die kunnen we vervangen. En dan krijgen we dus dat de eenheid van C gelijk is aan kilogram maal meter per seconde kwadraat delen door meter. Dit kunnen we vereenvoudigen, want uh, we kunnen boven en onder twee keer hetzelfde wegstrepen tegen elkaar. En dan houden we over de eenheid van de veerconstante En die is dus uitgedrukt in grondeenheden kilogram. per seconde kwadraat. Een ander voorbeeldje van die dimensieanalyse, je kunt hier uh, lekker mee spelen, is als we nou eens gaan kijken naar twee bekende formules voor energie. Je hebt de formule voor kinetische energie en kinetische energie heeft natuurlijk als eenheid de joule. Maar je hebt ook een formule waarmee je de wrijvingswarmte kunt berekenen en die heeft ook als eenheid de joule. Nou, als ze allebei dezelfde eenheid moeten hebben, ja, dan moeten ze dus uiteindelijk gelijk zijn aan elkaar als je kijkt naar de eenheden. Voor de kinetische energie en voor de wrijvingswarmte hebben we een formule. De kinetische energie is half mv kwadraat. En de wrijvingswarmte die is gelijk aan de wrijvingskracht maal de afgelegde weg, f maal s. Goed, dan gaan we dus links en rechts kijken naar uh, de precieze eenheden, de grondeenheden van al deze grootheden. Bij half zijn we snel klaar, want half is een getal en die heeft geen eenheid. De massa heeft natuurlijk als eenheid kilogram. De snelheid heeft als eenheid meter per seconde. Let weer op deze notatie. Het is anders opgeschreven dan dat je misschien gewend bent, maar hier staat gewoon meter per seconde. Die moet natuurlijk ook nog in het kwadraat, want uh, de snelheid staat in het kwadraat in de formule. De kracht heeft als eenheid Newton en de verplaatsing heeft als eenheid meter. Nou, dit gaan we weer eventjes aanpassen. We gaan de haakjes aan de linkerkant van het is-teken weghalen. Dan krijg ik uh, meter in het kwadraat delen door seconde in het kwadraat. En rechts kan ik die Newton weer vervangen door kilogram maal meter delen door seconde in het kwadraat. En dan zie je al, ik kan het nog een klein beetje vereenvoudigen, want hier staat eigenlijk m maal m, is dus gelijk aan m kwadraat. En dan zie je dus dat gelukkig maar links en rechts van het is-teken dezelfde eenheden staan. Het klopt dus. Een tweede truc die je zou moeten kunnen, waar je toch wel wat handigheid in moet uh, gaan hebben, is het omrekenen van eenheden. Omrekenen van de eenheid, van de ene eenheid naar de andere eenheid. Nou, als voorbeeld een heel bekend uh, uh, praktijkvoorbeeldje. Uh, als we gaan kijken naar ijzer, dan heeft ijzer een dichtheid. En die kun je dan in, in BINAS opzoeken. Die dichtheid is 7800 kilogram per kubieke meter. Stel nu dat de vraag is: druk deze dichtheid van ijzer uit? Maar niet in kilogram per kubieke meter, maar in gram per kubieke centimeter. Dan is daar een bepaalde manier van werken waarbij je dat redelijk makkelijk kunt doen. En ik zal je er stapje voor stapje zal ik je er doorheen nemen. Kijk, eh, 7,8 x 10,3 kilogram per kubieke meter, daar beginnen we mee. Nu willen we die kilogram vervangen door gram en de kubieke meter vervangen door kubieke centimeter. We gaan het gewoon stapje voor stapje doen. Als ik in plaats van kilogram gram wil opschrijven, dan moet ik natuurlijk niet gram opschrijven, maar duizend gram. Want 1 kilogram is duizend gram. Als ik nu in plaats van kubieke meter kubieke centimeter wil opschrijven, dan moet ik natuurlijk opschrijven een miljoen kubieke centimeter. Want zoveel passen er in een kubieke meter. Dan heb ik hier twee getalletjes boven en onder het streepje. Die schrijf ik gewoon naar voren toe. Want ik had daar al een getal staan, 7,8 maal 10 macht 3. Daar komt boven de streep 10 tot de macht 3 bij, onder de streep 10 tot de macht 6. Dit valt in deze situatie mooi tegen elkaar weg. Hierboven en onder staat eigenlijk 10 tot de macht 6. Die kan ik tegen elkaar wegstrepen wat houd ik over? 7,8. Dus 7,8 maal 10 3 kilogram per kubieke meter is hetzelfde als 7,8 gram per kubieke centimeter. Een tweede rekenvoorbeeldje, die mag je zelf proberen. Ik zou zeggen zet het filmpje even stil, probeer hem zelf even te berekenen en kijk dadelijk wat het antwoord is. Het antwoord. Had je hem goed? Even de samenvatting van wat we in deze webles hebben behandeld. We hebben gezien dat alle afgeleide eenheden uiteindelijk zijn terug te leiden tot één of meerdere van de zeven grondeenheden. We hebben ook gezien dat als je een natuurkundige vergelijking hebt, dat je altijd hebt dat links en rechts van het is teken dezelfde eenheid moet staan. En met eenheden kun je eigenlijk rekenen en we hebben al net wat voorbeeldjes gezien, daarvoor gelden dezelfde rekenregels eigenlijk als voor getallen. De getallen in een vergelijking die hebben nooit een eenheid. En vergeet niet dat alle afgeleide eenheden zijn terug te vinden in tabel 4 en 5 van BINAS. En daar staan niet alleen eenheden, maar er staat ook informatie over de grootheden en zelfs over natuurconstanten.